Goede zorg begint bij een goed gesprek met uw zorgverlener. Een goed gesprek is nodig om u de zorg te kunnen geven die het beste bij u past. U wilt er niet na het gesprek achterkomen dat u niet hebt kunnen zeggen of vragen wat u wilde. Denk na over wat u wilt vertellen of vragen en wat voor de zorgverlener belangrijk is om te weten. En schrijf het op. Zo weet u zeker dat u niet vergeet. Tijdens het gesprek legt de zorgverlener uit welke zorg mogelijk is. Zo bent u goed op de hoogte van de verschillende keuzes en de voor- en nadelen daarvan. Niet behandelen of afwachten is ook een keuze. Door een behandeling kan uw leven er anders gaan uitzien. De zorgverlener vraagt daarom wat u verwacht van de zorg. Geef aan wat uw wensen zijn, wat u belangrijk vindt in uw leven en wat u graag wilt kunnen blijven doen. Vertel het ook gerust als u zich zorgen maakt of als u twijfelt. Zo beslist u samen met de zorgverlener over de zorg die het beste bij u past. De mening van u en uw zorgverlener zijn hierin allebei net zo belangrijk. En als het voor u fijner voelt, dan kunt u de zorgverlener laten beslissen. Ook dat is een keuze. Heeft u meer tijd nodig? Vaak hoeft u niet meteen te beslissen. Denk er thuis nog eens rustig over na en bespreek het met uw familie of naasten. Twijfelt u nog? U kunt altijd vragen om een tweede gesprek. Neem trouwens gerust iemand mee. Goede zorg begint bij een goed gesprek. Voor de zorg die het beste bij u past.